Hey weegschaal, welkom bij jullie horoscoopreading voor de komende tijd. Ik ga kijken naar jouw algehele energie en wat de berichten zijn die ik mag overbrengen richting jullie. De weegschaal. Wat is de algehele energie voor de weegschaal de komende tijd? Ja, de kaart kiezen. Nou, dat is ook wel een beetje weegschouw. ene kant kiezen, de andere kant kiezen. De kaart Vonk komt, er, komt erbij. Het kan zijn dat je ergens in passie voor moet kiezen. En dan Solo Circus Act. Ja, de kaart van alleen doorgaan. Alleen ergens in doorgaan. Je passie weer vinden. Iets wat jou de passie zal geven. Kan natuurlijk alle kanten uitgaan, dus we gaan kijken wat erbij komt. Wat is de keuze hier? Wat is de situatie waar je mee te maken hebt momenteel? In cirkels ronddraaien, eenzaam en blij en gelukkig. <laughs> Dat is de keuze. Waar kies jij voor? Kies voor eenzaamheid of kies voor blij en gelukkig te zijn? Die keuze heb jij elke dag weer. Wat geeft jou die spark? Wat geeft jou die vonk? Wat geeft jou die passie, die liefde? En het is dus een herhalend patroon wat je aan het doen bent. Dat je waarschijnlijk altijd kiest voor bijvoorbeeld hier eenzaamheid, altijd kiest voor gebrek, altijd kiest voor het mindere. Solo Circus act. Ja. Het, het kan alle kanten op gaan. Maar uh, het, het voelt als je moet ergens alleen in door. En misschien ben je dus ook daardoor bang om eenzaamheid te gaan voelen. Maar het, het komt onder blij en gelukkig. Dus het kan zijn dat je op jezelf. Het meest blij en gelukkig kan zijn in een bepaalde situatie. <tie> Oké, okay, we gaan even kijken wat er uh, in de diepte ligt hier. Oké, okay, kiezen, wat mag ik daarop zien? Kiezen voor een nieuw begin in pas, passie. Iets wat jouw vuur doet opleiden. En wat is dat voor jou? Wat is dat werkelijk voor jou? Waar krijg jij die liefdeskriebels van? Kan er zijn een persoon of een situatie. Ik weet natuurlijk niet waar het over gaat hier. Um, ja, die keuze die heb jij. Spirit geeft jou ook mogelijkheden. Uh, om ergens elke dag opnieuw in te starten. Elke dag hebben we zelf die keuze in handen. Waar kies ik voor? Kies ik om blij en gelukkig te zijn vandaag? Of kies ik voor eenzaamheid? Kies ik voor beperking? Kies ik voor het negatieve? Waar kies jij voor? Vonk krijgt de kaart Strength. De krachtkaart. En ik heb het gevoel dat het hier geleid wordt naar de zonnevlechtenergie. Ja, want daar zit ook jouw creatiekracht. Daar zit jouw wilskracht. Daar zit jouw vuur. Daar zit jouw drive. Daar zit het vermogen om door te gaan. Um, ja, en door dus te kiezen voor iets wat jouw beperking geeft, wat de situatie ook mogen zijn. Dan verlies je dus aan kracht. Je verliest je passie, je verliest de liefdestroom. En, en waarom doe je dit? Dat is natuurlijk de grote handvraag hier. Waarom doe je dit? Waarvoor kies je elke keer voor het mindere? Waarom blijf jij elke keer weer in dezelfde cirkel hangen? Waarom doe je dit? Solo Circus Act krijgt de koning van bekers. Maar ik, ik voel dat er nog een kaart bij wil komen. Het voelde een beetje twijfelachtig toen hij eruit kwam. En de schildknaap van zwaarden. Ja, het, het emotionele... Uh, eenzaamheid, alleen ergens in staan en toch ben jij vanuit je hoogste goed gezien toch wel blij en gelukkig wanneer je op jezelf bent. En dat kan zijn in een werksituatie, dat kan zijn in een relatie, dat je jezelf toch misschien een relatie aan het forceren bent uh, terwijl je eigenlijk heel goed weet dat je heel goed op jezelf kan zijn. En ja, dat, dat de rest in wat in liefde voor, tevoorschijn komt om jou heen, dat dat een verrijking kan zijn aan jouw leven. Een toevoeging kan zijn aan jouw leven. En, en het niet in die zin moet forceren om bijvoorbeeld samen te gaan wonen. of echt, ja, echt een relatie aan te gaan met iemand. Uh, dat zou jou misschien in de beperking kunnen houden. Als het met jou resoneert. Het zal niet voor iedereen resoneren hoor. Maar ja, sommige mensen zijn gewoon op zichzelf heel goed. Heel sterk zelfs. En heel krachtig. En wanneer ze in zo'n relatie komen. dan zie je vaak dat ze zichzelf weer gaan verliezen. of te veel rekening weerhouden met een ander. zichzelf gaan wegcijferen. En ja, misschien is het voor nu. Ik zeg niet dat het voor altijd is, maar voor nu misschien beter om gewoon even op jezelf te zijn. Want dat brengt jou wel die blij en gelukkige energie. Alleen heb jij misschien een bepaalde overtuiging van dat het niet zo is. Dat, dat jij een relatie moet hebben, zeg maar, om blij en gelukkig te zijn. Het kan een bepaalde overtuiging zijn uh, die je nog vast hebt zitten. Ja, ja dus je bent jezelf... Aan het tegenwerken. Om maar met iemand te zijn. Kan zijn in een werksituatie, relatie. Oké. Okay. In cirkels ronddraaien. Ja. Wat zeg ik? Er zijn wat beperkende overtuigingen hierin. En ik heb dus sterk het gevoel dat het hier draait voor mensen om. Dat het om mensen gaat die dus zichzelf aan het forceren zijn in een bepaalde situatie. Of dat nou een relatie is of werk, ik weet het niet. Maar jij bent goed alleen. Je bent zelfs heel sterk alleen. Maar. Je vertelt jezelf, ik heb dit nodig om dit te zijn. Ik heb die persoon nodig om dit te zijn. En dat zijn die leugens en bedrog wat je jezelf aandoet. Heel opmerkelijk, dit bericht. Um, het zal niet voor iedereen zijn, dit bericht. Dat uh, zou ik je wel vertellen. Ja, over misschien wel heel veel mensen, ik weet het niet. Eenzaamheid en dan de vijf van bekers, jeetje. Het is eigenlijk een dubbele bevestiging. Dit voelt ook als de vijf van bekers. Je houdt jezelf elke keer in verdriet in beperking door jezelf dus tegen te werken vanuit een bepaalde beperkende overtuiging dat iets zo moet. Want dan kan je pas dit behalen. Dus bijvoorbeeld... Ik moet met een persoon samenwerken. Want dan ben ik blij en gelukkig. Ik moet in een relatie zijn. Dan ben ik blij en gelukkig. Terwijl Spirit hier heel duidelijk aangeeft voor jou... Op jezelf zijn ben jij het sterkst. En dan gaat je vonk aan. Die keuze die heb jij dus elke dag. Elke dag kan jij ervoor kiezen... Ik sta vandaag alleen en ik ben goed zoals ik op dit moment ben. Um, ik kan doen zoals ik het wil. En ja, misschien heb jij ook een hele sterke wil, krijg ik door. Je hebt misschien ook een hele sterke wil. En wanneer iemand in jouw leven verschijnt, bijvoorbeeld een relatie, wat ik dit dus net aanhaalde, zo van, het, het beperkt jou weer in jouw vrijheid. Want je gaat misschien weer rekening houden met de ander. Je gaat jezelf misschien weer wegcijferen voor een ander. Het, beperkt, het lijkt net alsof het jouw ruimte beperkt op de een of andere manier. Je staat dan niet meer sterk. Je staat heel sterk op jezelf. En je kan natuurlijk ook relaties aangaan met mensen op afstand. In de zin van bijvoorbeeld een latrelatie. Um, ja, hoe noemen ze dat? Uh, friends with benefits. Um, als dat jouw ding is, bijvoorbeeld, hè, als, als jij alleen maar ja, een seksuele relatie wil met iemand, ik beoordeel je daar niet op. Dat, dat kan, weet je, als jij daar behoefte aan hebt, wie ben ik om te zeggen dat is niet goed? Als jij het gevoel hebt, ik kan heel goed op mezelf zijn, maar ik mis bijvoorbeeld de seks, de genegenheid, dan kan dat natuurlijk ook op een soort van afstands. Uh, ...relatie zijn. Ja, dat je iemand vindt... ...of misschien is die er al... ...die persoon, ik weet het natuurlijk niet... ...ik benoem het maar gewoon allemaal. En dat je dus duidelijke afspraken maakt... ...van oké, okay, um, ja, ik, ik hoef, behoef eigenlijk geen relatie... ...in de zin van huisje, boompje, beestje... ...maar ik heb wel mijn menselijke behoeftes. Ja. Zie jij het ook zo, bijvoorbeeld... De keuzes die liggen in jouw hand. Jij kan daarvoor kiezen. Maar ik heb het gevoel dat dus, ja, er zitten beperkende overtuigingen van zo moet het zijn. Oude overtuigingen, oude conditioneringen van hoe iets moet zijn. Een relatie moet zo zijn. Want anders kan ik niet blij en gelukkig zijn. Een werkrelatie moet zo zijn. Anders kan ik niet blij en gelukkig zijn. En dat is natuurlijk een beperking. Jij luistert eigenlijk naar het ego. Die dus een oude overtuiging vast heeft. En jouw ziel, je, je spirit, uh, je spiritsteam, die geeft dus aan: jij bent heel krachtig alleen. Je komt tot je recht alleen. En natuurlijk geeft dat soms ook wel eens eenzaamheid als je alleen bent. Natuurlijk. En dat is omdat jij dus. Ja, jezelf dus in beperking houdt. Bijvoorbeeld, hè, je voelt vandaag heel erg de, de niet om met iemand te zijn, om misschien iets leuks te doen of misschien seks te hebben. En waarom zou dat dan niet kunnen? Waarvoor moet daar meteen een relatie aanhangen? Casual, hou het casual <laughs> voor nu. In ieder geval, wat ik hierdoor krijg, ik weet niet of dat je hele leven zo zal zijn. Ik heb natuurlijk geen idee. En daar gaat het ook niet om. Het gaat om hier en nu. Dat jij dus bepaalde beperkende overtuigingen hebt over iets hoe zou moeten zijn. Want ja, dat, dat zit vast in jouw programmering. En hoe kan je dat veranderen? Door naar je gevoel te luisteren, naar je intuïtie te luisteren, naar je hart te luisteren. Die passie te volgen, letterlijke passie te volgen misschien. Uh, op het seksuele gebied. Um, maar ja, ook qua werksituatie ben jij beter alleen op dit moment. En kom jij beter tot je recht. Daar bloei je van op, daarin word je sterk. Het is alleen dit hier, ha, veroorzaakt dit. Dus die gedachten veroorzaken jouw beperking in het leven. Ga eens even goed bij jezelf na wat jouw intenties werkelijk zijn. En kijk ook eens even naar jouzelf in relatievormen. Hoe zou dat kunnen zijn? Um, hoe is dat in het verleden geweest? Probeer eens even wat dingetjes voor jezelf terug te halen. Ik voel dat er bij die koning toch nog een kaart wil komen. En de ridder van zwaarden. Dat is iemand die gewoon doet zonder daarbij na te denken. En dat is in jouw geval misschien wel het beste ook. Dat je niet te veel nadenkt over hoe het zou moeten zijn voor jezelf. En dat je gewoon in het moment zelf blijft en jouw gevoelens, jouw behoeftes ook um, gaat vervullen. Wat heb je daarvoor nodig? Bijvoorbeeld, je bent eenzaam vandaag. En wat heb jij dan nodig zeg maar om uit die gevoel van eenzaamheid te komen? Is dat een arm om je heen? Is dat een knuffel? Is dat een filmavondje met iemand? Of is dat pure uh, seks hebben met iemand? Wat geeft jou die vervulling vandaag? Zonder te kijken naar hoe het zou moeten zijn. Uh, hè? Ik moet daar toch een relatie voor hebben met iemand. Is dat werkelijk zo? Of maak jij jezelf dat wijs? De wereld. Ja, jij kan deze fase voor jezelf afsluiten. En een nieuwe fase starten met deze nieuwe inzichten. Uh, dat jij gewoon mag gaan doen waar je, jij in het moment zelf. Uh, voelt en, en nodig heb op dit moment. Dan moet het natuurlijk wel beschikbaar zijn, natuurlijk. <laughs> maar ik, mijn vermoeden zegt dat er wel iemand is in jouw omgeving, als we het even over de relatie kijken, want anders zou dat niet zo op deze tafel komen. Um, dat er wel iemand is waar jij dus jezelf in relatie mee forceert. En ja, misschien kan jij met deze persoon ook afspreken. Van luister, ik behoef eigenlijk op dit moment helemaal geen relatie. Um, maar ik heb wel bepaalde behoeftes, zo nu en dan. En kan ik dat afspreken met jou om op die manier dit nu te doen? Zolang het duurt hè. Het, het, Heb geen verwachting over die toekomst. Over hoe de toekomst eruit moet zien. En want dat weet je toch niet. De toekomst bestaat niet. Het gaat om hier en nu. Hier en nu kan jij je dus eenzaam voelen, verdrietig voelen. Uh, het gemis voelen van bijvoorbeeld een connectie. Um, hè, die arm om je heen. Of een luisterend oor. Of um, ja, wat is het voor jou? He, ik benoem 101 dingen, maar jij moet ontdekken wat het voor jou is natuurlijk. En ja, is het een werksituatie waarom ben je jezelf zo aan het forceren, zeg maar, um, om een bepaald werkgebied te doen of jezelf te forceren om te werken, uh, om, te wer om, om te forceren in, in samenwerking? Het kan van alles zijn. Jij weet wat jouw situatie is. En probeer dat eens vanuit jouw eigen hart te bekijken. Van ja, wat, waarin, wat ben ik mezelf eigenlijk aan het opleggen? Waarin ben ik mezelf aan het forceren? Is dat die relatie? Want dat komt wel heel sterk hier naar voren: dat het om een relatie gaat. Maar het kan elke verbinding zijn natuurlijk. Waarom ben ik mezelf zo aan het forceren? Wat is het beeld wat ik hier vorm in mijn hoofd? Hoe het zou moeten zijn? Waarom moet het zo zijn? Waar komt dat vandaan? Ja. En probeer eens te kijken en te achterhalen wat is nu mogelijk? Bijvoorbeeld, je voelt je vandaag verdrietig en eenzaam. Wat heb jij nodig om dat weg te halen? Soms heb je niet meer dan jezelf nodig. Maar soms, wat ik al zeg, we zijn ook aardse personen. Ook die hebben behoeftes. En die hebben misschien behoeftes aan die arm, letterlijke arm om je heen. Of een luisterend oor. Of de seks. Of de genegenheid. Of gewoon een romantisch avondje. Of uh, weet ik veel wat. Of een gezellig hapje eten. Of gewoon lekker ouwe horen. Wat is het wat jij nodig hebt? Waarom ben je zo aan het forceren? In iets wat voor jou duidelijk niet de bedoeling is op dit moment. En hiermee kan jij dus een bepaalde beperkende fase voor jezelf afsluiten. Heb jij de behoefte om te flirten, hoor ik ook met die aas staven. Ik heb gewoon behoefte om te flirten met iemand. Uh, zonder dat daar iets aan hangt. Uh, nou, gaat dat lekker doen, zou ik zeggen. Gaat dat lekker doen. Uh, ga ergens op, uh, weet ik het. Zo'n dating site, nou, daar kan je genoeg flirten. Uh, ja, ik, ik ben daar zelf niet helemaal in thuis. Dus ik, <laughs> niet meer in ieder geval. Dus ik weet niet zo goed uh, waar jij je flirtdingen vandaan moet halen. Een avondje stappen. Uh, als dat mogelijk is, weet ik het. Je kan het op allerlei manieren doen. Maar voor sommigen is het gewoon, ja, ik heb gewoon even zin om te flirten. Ik heb gewoon, ja, ik heb gewoon zin om iets baldadigs te doen misschien. Nou, ga dat gewoon doen. Wees bewust van jouw acties. Wees bewust in hetgeen wat je aan het doen bent. Uh, waar je mee bezig bent. Hè? Want dat is wel belangrijk. Doe het niet uh, als een opvulling. Uh, omdat jij eenzaam bent vandaag en jezelf dus in allerlei dingen aan het forceren bent. Dat moet je niet doen. Bewust zijn van wat je nu voelt op dit moment. Nou, ik voel me eenzaam en ik zou heel graag vandaag iemand om me heen willen hebben. waar ik uh, ja, gezelligheid mee beleef. Maar verder uh, blijft het daar dan ook bij op dit moment. En wees daar ook duidelijk in, hè? Stel dat het een nieuw persoon is uh, waar je mee aan de haal gaat, vertel dan ook duidelijk van oké, okay, dit is het verhaal en meer moet het ook niet worden. Want dit is wat ik nu nodig heb op dit moment, meer niet. En dat mag en kan er zijn. Maar dan moet je het wel helder hebben voor jezelf. En die beperkende overtuiging dus de deur uit te zetten. Ja, want die beperken jou eigenlijk van het plezier. En hoe het plezier op jou, voor jou ja, nu eruit ziet, dat is zal voor iedereen verschillend zijn. Ik heb zoveel dingen nu benoemd hier, dus er zal vast wel iets voor jou tussen zitten. Um, maar jij beperkt jezelf in blij en gelukkig te zijn door bepaalde overtuigingen vast te houden van, ja maar als ik dit doe, dan vervolg dit, of dan moet dit de uitkomst zijn. Bijvoorbeeld, als je gaat flirten, ja, dan moeten daar toch vervolgacties op zijn in, in daten. Nee, dat hoeft helemaal niet. Dat is een beperkende overtuiging. Je kan gewoon casual flirten. Ik heb zin om te flirten. Nou, ga je lekker flirten. En laat het daar dan ook bij. En zeg het ook gewoon tegen die persoon. Van, nou, ik heb gewoon zin om te flirten en meer niet. <laughs> meer niet. Ik heb vandaag zin in een avondje uit. Um, en dat is er alleen voor vandaag. En wat de toekomst brengt, ja, dat weet ik niet. Wat is die eenzaamheid voor jou op dit moment? Weegschaal. Jij kan kiezen. En heeft het met werk te maken? Dan, ja, dan is het een, een werksituatie waarin jij jezelf ergens in forceert. Op welke manier dan ook. Goed. Opmerkelijk bericht weer. Bedankt voor het kijken, lieve Weegschaal. En wie weet, zie ik je snel weer terug bij een volgende video. Doei doei.